Ja, ik ben een klein kruidenkoppie. En wie zit er aan die voeten vast? Nou, dat is onze Mario. Een hele goede middag, lieve vrienden. Ja, we zijn alweer op zaterdag aanbeland. Op 20 maart en we leven om 14:37. Dat is ook nog heel veel pijn. Ik ben even op de hand kopjes aan het afwassen. Marianne en Mario die komen straks weer om 3 uur, rond 3 uur, om de woefwafjes uit te laten. Ze hebben gelukkig ook al het een en het ander in de tuin gedaan. Ik heb al 1 hoopje opgeruimd van Elwing, maar ook dat vergt heel veel van mij. Dus ja, rustig aan. En dan komen we de dag ook wel weer door. Wat hoor jij allemaal? Oh, er lopen mensen mee, gewoon met de reclame, en er lopen kinderen bij mee. Het is ook zo te zien wat hij goed voelt, ja. Ja, komt goed hoor. Ze lachen omdat de rijk gaat dus voor het raam zitten. Nou ja, het moet kunnen toch? En ten tweede, ze kunnen niet veel zien, want dan moeten ze gaan gluren, echt gluren door een keer. Nou. Dat doen ze niet, want ze zagen mij ook. Dus dan lopen ze wel door. Ja hoor, komt allemaal goed. Nou, ze is nou naar de bank. Ze heeft gelijk gehamsterd, want het is een hamsteraar. En dat vind ik wel zo leuk. Dan neemt ze een bekje vol met eten. Ze neemt ze in de bank en daar laat ze het los. En dan eet ze het op. En dan komt ze weer naar de bak met eten toe. En zo gaat ze heen en weer trippelen. Boefie. Maar ze zijn best lief. Ik had het net was het weer met Rijka zo. Happen in de pootjes van Elwing. Nou, dat wil Elwing niet. En Elwing is mijn verpleegster. Ja, letterlijk en figuurlijk, hè. Ze houdt mij maar in de gaten. En waar ik ben, daar is zij ook, weet je. Dat, ja, grandioos beestje. Zo lief, zo lief, zo lief. Zo, nou, kopjes zijn schoon. Ik water opzetten. Ik ging lekker een bakje koffie maken en ik heb natuurlijk ook nog niet gegeten, dus ik ga ook een broodje eten. En ik wens jullie natuurlijk ook weer een welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Dat vergeet ik helemaal erbij te zeggen. Wel had ik dat al gezegd, wat verdacht we vandaag leven, dus ja, dat is helemaal goed. Maar in ieder geval geniet van alles wat jullie gaan doen. En het is nou weer grijs, grauw en triest. Niet leuk te noemen, nee. Jij bent een boef, wat ben je nou? Hoe daar? Rijka, madame, je bent een dikke grote boef. Een boefin, dat ben je. Een klein treiterkoppie, dat ben je. Hè? Ja, ik ben een klein treiterkoppie. Je oor zit niet goed. Zo. Je bent een klein treiterkoppie. Hé? Ja. Maar oké, ik ga hier aan deze kant verder eventjes mijn broodje klaarmaken. Computer hek al aan, dus daar ga ik zo meteen lekker weer zitten. Even kijken, ik moet weer een vlog in elkaar zetten. Ik moet de camera leeghalen, dus ik heb nog wel weer veel te doen. Buiten de hondjes uitlaten om, want dat wordt nou voor me gedaan. Daar ben ik wel blij om hoor. En dat is maar 1 keer, het is veel te weinig, maar ze lopen even, weet je. En daar ben ik wel blij om, dat ze er even uit kunnen en de rest doen ze gewoon in de tuin. Ja. En ik denk, ben bang dat ik het maandag zo nog erbij loop en dan ga ik wel naar de huisarts toe. Ja hoor. Ik wil dat hij eventjes een paardenmiddel geeft of mij doorstuurt. Kijken wat het nou is, want ik weet het niet. Kunnen inderdaad mijn spieren zijn, maar het kan ook mijn ribben wezen. Ja, dat die een beste op donder hebben gehad. Dat weet ik niet. Ik ben zelf geen dokter. Ik kan me enkel zelf voelen. Nou, en ik heb een heel klein blauw plekje in de spiegel zo gezien.
trui voorzichtig omhoog, tenminste mijn pyjama had ik nog aan en die heel voorzichtig omhoog en zo in de spiegel kijken. En dan zag ik een heel klein blauw plekje zitten. En dus ja, we zien het wel. Want dat blauwe plekje, dat is maar een klein plekje ten opzichte van de pijn. Want de pijn, nou dat is echt heel groot. Een hele grote plek. Dus ja, we wachten het af en ik hou jullie natuurlijk uiteraard op de hoogte. En ja, dat lampje moet ook weer naar boven toe. Maar dat zie ik wel meer. Ik heb het zelf naar beneden gehad. Dat wel. Ik zat gisteren met een lamp te knoeien en te hannes, want het lampje die deed het niet. En dacht ik eerst van nou, de boel is kapot daarin. Moet vervangen worden. Maar nee, was niet kapot. Gewoon ten einde, die lampjes, ja. En één lampje deed ik erin en die deed het toen. En ik zet hem op zijn plek en toen deed hij het weer niet. Ik dacht, ja, toen dacht ik van hij is kapot. Maar ook het lampje van wat van mijn moeder is... Idem dito, deed helemaal niks. Dus ik in de kast nog een lampje opgezocht en die deed het in de lamp van mijn moeder wel. Ik dacht, nou als die daarin doet, moet die het ook in die grote doen. Dus daarin gezet, maar hij is eigenlijk nog te fel voor het groeien. Maar ja, oké. Maakt verder niet uit. Ik zal wel weer eens even bestellen bij lampen.nl. Ja, of hier alweer ook een winkeltje, die heeft dat ook nog te koop. Maar dan moet die wel open zijn. Ja, en die is nog niet open. Nee, jammer, helaas. Maar oké, kom zo nog goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van jullie ding, wat jullie doen, waar jullie blij en gelukkig van worden. Als jullie dat zijn, ben ik het ook. Ja toch, en ik hoop dat jullie mijn vlogs ook leuk vinden. Laat dan vooral een eventjes wat achter en steek die duim omhoog. En ja, reageer eventjes, een leuke reactie krijg je altijd sowieso een reactie terug. Hey, vragen over weet ik veel wat en ik kan er een antwoord op geven. Daar krijg je uiteraard antwoord op. Weken niet krijg je er ook antwoord op, maar dan zeg ik van ja, sorry, ik heb daar geen antwoord op. Simpel, ik weet dat zelf niet. Ja toch? Maar oké. Komt allemaal goed, lieve vrienden, en ik zou zeggen tot later. Doei! Nou, onze Elwing is lekker in zee geweest. Weliswaar aangelijnd, want ze is niet meer loops. Nee. Ik had lekker nat. En die, nou, die zal wel denk ik gedacht hebben van, wat doe jij helemaal gek? Wie zat er nou dat koude water in? Ja, en wie zit er aan die voeten vast? Nou, dat is onze Mario. Die is eventjes lekker met ze uit geweest. Want Marianne, die was vandaag afwezig. Dus die was er niet bij. En het lukte zo prima, hè? Ging goed, hè? Ja, dat is veel makkelijker dan twee. Ja, zeker. Lijnen. Dat is beter. Ja. Ja, dus. Ja, lekker in het water geweest. Ja, dat vindt zij heerlijk hoor. Echt wel. Maar ja, ik ben ook lekker met een bakje koffie en thee bezig. Voor mezelf natuurlijk koffie. En Mario wil een bakje thee. Nou, dat kunnen ze allemaal krijgen. En ze wil ook nog een glas water. Dat moet ik ook nog voor kijken. Dus dat komt allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, hou goede moed. En tot later.